dit is hem dan. Een carbon zwart uitgevoerde BMW 528i met 19-inch M-velgen. Deze heb ik zelf geraakt. Dat zei ik net, daarom vond ik het niet zo erg als dit bij een Porsche was gebeurd. Vond ik dat wel heel erg. Leuk dat jullie weer kijken. Welkom terug op het kanaal van Emre Drives. Zoals jullie kunnen zien zit ik in een BMW 5-serie. Deze auto die heb ik gekocht als daily driver. En waarom ik deze heb gekocht, ga ik jullie natuurlijk uitleggen. En waarom specifiek dit exemplaar en waarom een 5-serie en dat soort dingen. Maar om te beginnen, zoals jullie weten in mijn vorige video's, een van mijn vorige video's, hebben jullie mijn Porsche 911 Turbo S gezien. Nou, dat is nogal een behoorlijk speciale auto. En om daar nou dagelijks in te rijden, vond ik op sommige vlakken een beetje zonde. En op sommige vlakken een beetje eigenlijk niet kunnen. Omdat ja, ik rijd dagelijks naar mijn werk, naar afspraken, naar meetings. Ja, om dan aan te komen in een sportwagen is ook niet altijd even goed. Dus ik had een wat normalere auto nodig. Gewoon met een normaal verbruik die ik dagelijks gewoon prettig gewoon als een normaal mens kan rijden, zeg maar. En bovendien, zo'n auto elke dag rijden, dan wordt die ook niet meer bijzonder voor jou. Dan voelt die al gauw normaal. Blijft specialer en bijzonder als je er één keer in de twee weken in rijdt. Of één keer in de maand. Of één keer in de zoveel tijd. Dan blijft die auto natuurlijk gewoon lekker speciaal als je hem elke keer start. Als je er elke keer in zit. Als je er elke dag in zou rijden, dan wordt die al gauw normaal. Dus was ik op zoek naar een representatieve zakelijke auto. Dus ik keek naar 5 series, ik keek naar E-klasse, ik keek naar allerlei soorten auto's. Maar ja, ik wilde toch ook een beetje natuurlijk leuk kunnen sturen. En ja, BMW staat daar natuurlijk over het algemeen bekend om dat je een auto ook leuk kan sturen. En gezien mijn lengte en mijn formaat en dat soort dingen, vond ik de 5 serie wel op zijn minst bij me passen. 7 serie had ook gekund. Ik zat een beetje te kijken. Totdat een vriend van mij deze auto begin van het jaar kocht. Dat is een origineel Nederlandse BMW 5-serie. Een benzine 528i. Over die 28i ga ik het ook over hebben. Komt uit 2012. En toen hij hem zo had gekocht, zag ik de uitvoering. Denk ik, ja, dit is wel een goede uitvoering. M-pakket. Carbon zwart, de juiste kleur. Carbon zwart is een bekende BMW kleur. De eerste keer dat dat gebruikt werd was op de M5139. En sindsdien is het een legendarische kleur gebleven, de carbon zwart. Schuifkant op dak, zoals jullie kunnen zien. En de juiste kleur interieur in mijn ogen, niet dat gele crème, maar ivoor kleur. Een beetje dat hele ja, witachtige crème, zeg maar. In combinatie met een zwarte hemel, dus zo'n bicolor interieur. Ja, dat vond ik wel mooi. Ik denk, ja, laat mij eens een keer een stukje in gaan rijden. En die ZF automaatbak, hoe comfortabel dit ding wel niet is. F10, ik had nooit eerder een F10 gehad. Dit is mijn eerste F10 overigens. Oké, jongens. En mijn nieuwe auto ga ik natuurlijk uitlezen met mijn favoriete OBD-scanner Carly. Carly is een universele OBD-scanner die jij kunt gebruiken om je auto uit te lezen. Maar ook om te coderen sommige opties aan en of uit te zetten. Dus je kan het gebruiken voor heel veel merken. Het is te coderen en je kan de foutcodes uitlezen. Je kan de foutcodes wissen en er is ook een smart mechanic in die app waarmee je uitleg krijgt hoe je die foutcodes zo eventueel zou kunnen oplossen. Ik ga bijvoorbeeld de start-stop systeem uitzetten, want het is elke keer irritant om hem zelf uit te zetten. En zo zijn er nog een paar aantal dingen die ik ook graag anders wil. Zoals bij BMW moet je 2 keer de knop indrukken om hem uit te zetten. Bijvoorbeeld 1 keer om de motor uit te zetten en 1 keer om de radio uit te zetten. Ja, dat zou ik ook het liefst in 1 keer willen. Dat gewoon alles uitgaat wanneer ik de knop indruk. Zo kan ik ook instellen dat wanneer die deur open is, dan gaat die raam niet automatisch omlaag of omhoog volledig. Dat kan ik ook allemaal instellen. Dus dat is allemaal prettig. Ja, laten we hem inpluggen. Ja, ze hebben overigens een nieuw design waar ik heel erg tevreden over ben. Het voelt goed en ja, je moet wel de app hebben natuurlijk waarmee je die kunt uitlezen. En de app kun je unlocken. Er zit een abonnement voor 1 jaar. Zo, doe ik even contact. Ja, contact aan en dan ga ik hem even uitlezen. Oké, jongens, we hebben de auto uitgelezen. Ja, ik heb hem op memory stand gezet, zodat hij hem onthoudt natuurlijk. Dus als je dit aandrukt en als het goed is als ik hem nu uit en aanzet, dan zou die ook weer moeten starten op memory. Kijk, dat is mooi. Dus Carly werkt. Mocht jij er dus een willen bestellen, dat kan via de kortingscode EmreDrives15. Krijg jij nog eens 15% korting op de producten van Carly.
en hun abonnementen. Let wel op, je moet een jaarabonnement afsluiten om alle functies te unlocken in hun app. En deze wordt jaarlijks automatisch verlengd, dus wil je hem niet meer gebruiken, dan zou je hem natuurlijk weer moeten opzeggen. Dat was de herinnering die ik moest geven vanuit de vorige keer. Maar ja, ik ben zwaar tevreden over de Carly app, dus check ze even. Bedankt voor het sponsoren van deze video ook. Maar los daarvan, ik gebruik Carly nog veel eerder en veel langer dan voor mijn YouTube carrière. Dus ze bestaan al heel lang. En hij maakt ook backups als je je auto wilt coderen. Dus stel je voor dat tijdens het coderen fout gaat, dan kan je altijd nog een restore doen. Dus dan gaat hij hem weer terugzetten. Check. En de auto is uitgelezen. Het begint te regenen. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen horen. Maar ja, de F10. Het is hem wel hoor. Ik bedoel, het interieur, het exterieur, design. Het kan nog dik met de tijd mee. Helemaal tijdloos wil ik niet zeggen. Maar het is zeker gewoon modern voor zijn leeftijd. Je moet je eens beseffen. De F10 is in 2009 uitgekomen. 2009, 2010 zo. En als je dit interieur vergelijkt met de E-klasse uit 2010 en een Audi A6 uit 2010. Toen liep BMW op interieurgebied nogal best wel voor. Ik bedoel, kijk dit scherm hoe groot het is voor zijn leeftijd toen. Ik bedoel, Mercedes E-klasse had zo'n klein scherm toen. Anyway, ik raak dat niet af. Dat zijn ook gewoon mooie interieuren. Maar ja, voor zijn tijd deed het gewoon heel erg goed. Ja, het feit dat hij dus M-pakket is en al, dacht ik van ja, laat mij eens een keer een rondje in rijden. En ik reed een rondje in en hoe die reed was goed voor zijn kilometerstand. Hij staat op 211.000 kilometer. Ja, hoe stil, hoe comfortabel deze auto wel niet is. Ik denk ja, dit is wel een goede auto. Het feit dat hij origineel Nederland is geleverd in BMW Amsterdam. En dat hij een eigenaar heeft gehad, als je op RDW intikt bij Finnic, kan je dat zien. Dan zie je dat hij van 2013 tot 2023 of 2024 maar één eigenaar heeft gehad. Dus die auto heeft 10 jaar lang, of langer, één eigenaar gehad. En die jongen zei ook, ik heb hem van de eerste eigenaar gekocht, die vriend van mij. Dus, ja, en dat zijn wel, dat zijn wel mooie data, mooie informatie, zeg maar, bij zo'n auto. Dan vind ik hem wel kloppen. En tuurlijk, hij heeft een krasje hier, een kleine krasje daar, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat geeft je ook rust natuurlijk, als je dit soort auto's gewoon in de buurt parkeert, in de straat, in drukke Amsterdam, en iemand komt er misschien tegenaan, of je weet het niet, dan vind je het allemaal minder erg. Tuurlijk vind je het erg, maar dan vind je het allemaal minder erg. Jullie weten, de F10's worden nogal aangepast, verlaagd, andere velgen, en allemaal niks mis mee, maar ik hou van origineel. Dus ja, ramen niet geblindeerd, die chrome raamlijsten, normaal kunnen die ook, of tenminste, die kunnen ook hoogland zwart zijn. Chrome is over het algemeen, wordt wel geassocieerd met zakelijk, daar rijdt er nog een. Je ziet ze wel vaak, dat wel. Maar ja, met een reden ook. Ze zijn destijds heel goed verkocht. En dan de motor. Je hebt ze in allerlei soorten motoren. Benzine, diesel. Diesel was sowieso geen optie, omdat ik nog geen 10.000 km per jaar rijd. En bovendien, ja, niks mis met diesel. Maar ja, ik weet niet. In Amsterdam is diesel gewoon niet zo heel erg gewild. Dus je komt er ook moeilijker vanaf. De 528i, dat is één motorisering hoger, sterker dan de 520i. 525i had 180 pk of zo uit mijn hoofd. Deze heeft 245 pk. Dat is de 2 liter motorblok, de N20 motorblok, als het goed is. Ik weet dat deze motoren een kwaal hebben. Dat is die ketting, die kan rekken. Ketting en oliepompketting, volgens mij. Maar dat is gedaan bij 110.000 kilometer door BMW Amsterdam. Dus dat is natuurlijk ook goed om te weten als dat alles is gedaan. De 528i was in zijn eerste, de eerste levensjaren van de F10. 2009, 2010 en 2011 volgens mij, kwam de 528 als 3 liter 6 cilinder in lijn. 2012 begonnen ze zo een modeljaar update uit te brengen, waardoor de motoren allemaal weer kleiner werden, efficiënter. Dus werd de 528i een 2 liter motorblok met volgens mij zelfs meer vermogen, 245 pk. Best wel een snelle, rappe auto als het moet, maar vooral heel erg comfortabel. En dat had ik, ja, ik wist wel dat de BMW's comfortabel konden zijn, maar ik was wel verrast. Dan de stoelen van de F10, en dat heb ik altijd al mijn hele leven gezegd, BMW. De 5-serie, de 7-serie stoelen en dan het liefst die comfortstoelen, dat is nog eentje hoger dan deze. Dit zijn de M sportstoelen. Maar de stoelen van de 5-serie en de 7-serie lijken net op zetels. Dat zijn echt gewoon, je zit erin. Gewoon niet erop, maar ja, het is onbeschrijfelijk hoe lekker deze stoelen zitten. Deze stoelen heb je helaas niet in de E-klasse en ook niet in de A6. Dus ik ga jullie allemaal lekker
teleurstellen, maar kenners weten dat de 5-serie stoelen zijn gewoon top en de 7-serie stoelen ook, als je de juiste stoelen hebt. Ik heb ook altijd gezegd, de 3-serie rijdt een beetje als een 1-serie. 1-serie en 3-serie, ja, ik kan daar niet zoveel onderscheid in maken op basis van rijgedrag, zeg maar. Maar de 5-serie, de sprong tussen van een 3-serie naar een 5-serie, is zo groot dat een 5-serie bijna aanvoelt als een 7-serie. Ja, het klinkt gek. Ik heb mezelf de eerste dagen afgevraagd van waarom rijdt deze auto en voelt deze auto als een 7-serie. Wat bleek nou? De F10 is gebouwd op hetzelfde platform als de 7-serie. Dat wist ik niet, heb ik uitgezocht. En nou ja, dat voel je ook aan alles. En daardoor, ja, de F10, die heeft me wel. Die pakt me wel. Dat is wel een goede auto. Natuurlijk heeft elk BMW zo zijn kwaaltjes. Je moet een beetje geluk hebben, zeggen ze, met BMW. Storingsgevoelige auto's. Ik weet niet, kan. Maar ik denk dat je met BMW geluk moet hebben. In mijn eerste video zagen jullie dat ik met de BMW X3 de C63 ging ophalen. Die had dezelfde kleur interieur. Ook deze kleur. Vandaar dat jullie dus, dat is ook een bevestiging dat ik deze kleur, ja, ik hou wel van deze kleur, zeg maar. Maar de X3, die stond op 100.000 kilometers. Ja, en ik had er elke maand, laat ik het zo zeggen, ik zal het weer niet overdrijven, maar elke maand had ik wel iets aan die auto. Hoewel die op 100.000 kilometer stond. Het was een 35i, de N55 motor volgens mij. Dus ja, BMW is vooral geluk. Hoe is er mee omgegaan? Heeft hij alleen maar snelwegkilometers gemaakt? Of heeft hij alleen maar korte afstanden gemaakt? Dat is allemaal belangrijke informatie als je een auto koopt. Ja, je kan natuurlijk, je moet een beetje geluk hebben. Kijk, hij heeft gewoon, het is niet de meest bomvolle F10. In de zin van, hij heeft geen rijstrookwaarschuwing en een adaptieve cruise control. Maar ja, weet je, dit is voor mij gewoon een auto onder de 20.000 euro. Ik wilde gewoon niet zoveel geld meer uitgeven aan een daily driver. Want ja, het meeste geld zit in die Porsche 911 Turbo S. Nee, los daarvan, gewoon, ja, wat maakt het uit alsof ik een auto van... ik reed laatst de nieuwste 5-serie, was van mijn zwager overigens, die heeft hem gekocht. Premium Auto Service heeft een nieuwe auto voor zichzelf gekocht. Check deze dan, nieuwste 5-serie. En die achterkant is zo mooi, zo goed gelukt. De voorkant ook wel. Kijk, die ligt al super mooi. En pakket, zwart. BMW LED-verlichting. Ik weet niet of ze allemaal LED hebben standaard. Hey, als je goed oplet, dan schijnt hij van hard naar zacht. Dat is dan wel weer een mooi detail. Zo, mooie verlichting zo. Even kijken, start. Ja, het is een 25i M-pakket. Ik ga voor het eerst rijden in de nieuwste 5-serie. Even uit. Kijk, dit is dan goeie. Druk ik even op die. Als het goed is, gaat hij zelf weer eruit rijden hoe hij erin is gereden, zeg maar. Dat... Even kijken of we niks raken. Als we iets raken is vervelend, dat is een nieuwe auto. Kijk hoe grappig dit is, man. Oké, kijk, dit zie je niet zo heel vaak. Een platte stuurt bij BMW, daar zijn ze nieuw mee. Dat heeft BMW nooit gehad. Een platte onderkant, platte stuur. Dus ja, man. Gordel om, meneer. Ja. Nou, het is wel comfortabel. Het is ook een splinternieuwe auto, man. Wat verwacht je toch? Zo. Oh, hij zweeft. Ja, als daily driver. Het hoeft van mij niet. Het hoeft niet de duurste, de beste, de nieuwste te zijn. Dit is wel goed zo. Nou jongens, dit is hem dan. Een carbon zwart uitgevoerde BMW 528i met 19 inch M-velgen. Deze heb ik zelf geraakt.
dat zei ik net, daarom vond ik het niet zo erg als dit bij een Porsche was gebeurd. Vond ik dat wel heel erg. Hele mooie kleur, donker, eigenlijk heel erg donkerblauw. In de avonden en 's nachts lijkt hij wel zwart. En als de zon schijnt, dan komt die blauw mooi naar voren. Samen met die chrome sierlijsten, wacht, ik zal het zo even doen. Ja, lekker zakelijke uitstraling zo toch? De auto trilde heel erg tijdens het remmen. Dat betekent dat de remschijven krom waren. Waarschijnlijk heeft hij zitten wassen toen de remschijven heet waren. Ik heb ze alle vier vervangen, remschijven en remblokken. Origineel BMW, was een rip uit mijn lijf. Super duur. En ik heb de remklauwen ook even laten spuiten, zodat het weer fris uitziet. Zoals jullie kunnen zien, de wielkasten en voor, hoe noem je dat, die velgen van binnen, ziet er gelikt uit. Ja, best wel een kleine motorblok, 2 liter. Op zich wel te doen met 245 pk. Dus er komt nog behoorlijk wat kracht eruit. 245 pk uit een 2 liter blok is not bad at all. Laten we even kijken of de remblokken remklauwen er zijn. Hier. Jullie zien het originele onderdelen. 4 remschijven. En de remblokken. Slijtageindicator. Opvallend genoeg is de rechterschijf en de linkerschijf zijn niet dezelfde schijven. Je bestelt ze niet in een set van 2. Maar de rechterschijf schijnt anders te zijn dan de linkerschijf. The next day. Ja jongens, de volgende dag. De klauwen hebben we gespoten, die moesten even drogen. De remschijven zitten eronder. Splinternieuw, origineel. Daar houden we van. Die auto moet nog zakken als we gaan rijden. Hier achter ook. Kunnen we weer er tegenaan. Dan de voorkant. Chrome grill, origineel zoals het hoort. Samen met die chrome sierlijsten. Ik denk wel mooie combinatie zo. Ze waren zwart toen ik hem kocht. De jongen had hem zwart gemaakt. Ik heb hem weer terug naar origineel gebracht. Ja, van die LED koplampen. Knipperlicht ook LED. Het heeft gewoon een goede uitstraling. Voor de prijs die hem, waarvoor je hem nu kan kopen, als je nette kan vinden, is oké. Jullie zien de voorruit van 2013. Nog een sticker heeft hij erop, een vignet. Waarschijnlijk van Oostenrijk of zo. Dat betekent dat deze ruit sinds 2013, en dus een auto uit 2012, nooit is vervangen. Dus volgens mij is het nog steeds een eerste originele voorruit. Dat is mooie data. Mooie informatie. Gekocht bij BMW Amsterdam. Helemaal versleten. Deze kentekenhouders geven ze niet meer. Maar hier waren we ooit zo gek op. Ik weet nog in mijn jeugd. Maar nu is BMW Amsterdam van poelgeest. Ze hebben andere kentekenplaathouders. Jullie zien het. Als het een origineel Nederlandse auto is, kreeg je als BMW koper, of tenminste de BMW's, kregen deze sticker. Deze zit er ook al heel lang op, zie ik. Ja, maar dit soort dingen, daar let ik op. Dat vind ik wel mooi. Hij heeft een M5 spoilerlipje. Dat heeft die vriend van mij gedaan. Nou ja, dat kon er wel op blijven, vond ik. Niet verkeerd. Het ziet er clean uit. Kijk, er is hier een knop. Druk ik die in. Dat duurt wel een eeuw, maar kijk hier, origineel BMW jongens. Het begint te regenen als de gek. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Laat vooral in de reacties weten wat jullie ervan vinden. En ik zie jullie weer bij een nieuwe video. Ciao!